Gegarandeerd spektakel. Dat is hoe ik de eerdere edities van de Grand Prix van Saudi-Arabië zou omschrijven. Want of het nou gaat om crashes in het achterveld, de breaking test tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen, of het DRS-gevecht tussen de Nederlander en Charles Leclerc. De race is nog nooit saai geweest. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Formule 1-podcast van Racing News 365. Jouw snelste voorbereiding op het Grand Prix-weekend. Mijn naam is Joris en ik ben de host van deze podcast. Aangeschoven Ruud Dimmers, Formule 1-kenner. En Ruud, ik denk dat het lang Geleden is sinds de twee dat ik jou nu ken, dat ik jou zo ontspannen hier heb zien zitten. Oeh. <laughs> ja, lekker even een weekendje weg geweest. Mooi. Even voor met met vrouwlief. En ik ja. heb vrouwlief aan het racen gekregen, nog? Ik wil net zeggen dat het allermooiste is: hij gaat weg met zijn vrouw. Een weekendje weg. En waar neemt hij hem mee naartoe? <laughs> naar Race Square, het Formule 1 racecentrum hier. En ja, dat, dat, dat op de terugweg, hè? En op de <laughs> heenweg neemt hij ook nog eens een keer mee naar een Helmenboer om je Formule 1 helm op te hellen. Ja, het, <laughs> het, het moest wel een beetje, een beetje het race in zitten. Maar het leuke was dus dat uh, inderdaad op de terugweg. Ik zei van, weet je wat? ze we een keer geen racen? Nee, kan ik helemaal niet. Nou goed, daar had ze gelijk in. Ze was 22 seconden langzamer, maar ze had het al super naar de zin. Maar dat is Ze zei, ze zei dit, is, dit is nou echt tof, weet je. Ze zei, dit is gewoon tof, dat kan iedereen. Ik ze zei, ja. Ja. Leuk. Je hoorde hem ook al even. Tom Coronel, autocoureur. Tom, ik weet dat jij een um, interne familiestrijd uh, gaande hebt ja. met jouw zoon over het aantal bekers wat jullie weekends mee naar huis nemen. Dus ik weet niet of je na dit weekend blij bent of niet blij bent. Nou kijk, uh, ja, inderdaad, dat is een hele goede vraag. Uh, ik ben heel blij, want hij heeft in Italië in Lonato het WSK open, heeft hij uh, de juniorenwedstrijd gewonnen. Wat uh, eigenlijk de race hadden meegedaan om een beetje bijles uh, te krijgen. Dus Ze, wij zeiden, joh, we gaan gelijk all in. Uh, we gaan een moeilijke strijd zoeken voor hem, zodat hij, uh, zodat hij een hoop kan leren. <laughs> ja, <laughs> dan wint hij de race. Dat was ook niet de bedoeling. Maar het was ook de manier, hoe weet je wel, helemaal van achteren naar voren. Alle races het snelste geweest. Kwalificatiepool, alle warm-ups het snelste. Ja, dat is, dat is wel gaaf om te zien dat er potentie in zit. Kijk, ik besteed stiekem heel veel tijd aan hem. Dat, dat ga je niet op social zien. Maar ik ben met hem heel veel bezig. En ik kan echt niet uitleggen wat ik met hem al aan het doen ben. Maar er komt echt nog wel een race-monstertje aan. En dat kost heel veel tijd en heel veel aandacht. En dat komt er nu wel uit. En dat is wel heel mooi om te zien. Het gaat puur om het gevoel, strategie, het begrijpen, de eagerness. Van zo'n yoghi te zien. Dus dan vind ik het helemaal niet erg dat dit nu uh, 1-0 voor hem staat. Want, hij, is, ja. hij is wel lekker hongerig, zeg. Wow. Normaal hè? Ik heb die, die race gekeken. en Dat is mooi. Hoe oud zijn sommige in Tussen 12 dus en 15? 12 en de 15. En, en ja. Ronko is 12. Hij is de jongste. Ja. Absoluut. Dus je ziet ook, uh, sommige zijn echt zo'n kop groter. Ja. Maar dat is ook wel gelijk gewoon ballentoon. En het is gewoon echt zo'n wel van die. Ja, je moet die mannetjes tikkie daar, weet je? Ja. En dat uh, af en toe, dat zie je ze er nog even een beetje doordraven. Erin. Ja. Maar ik vond het wel echt. Uh, ik vond het wel mooi. Brutale aapjes. En uh, dit is de laatste, beste. De beste leerschool voor autosport. En hij heeft goed geluisterd nu, hè? Laatste ronde, laatste, laatste bocht. En hij pakt hem, hè? Ja, ik had, ik had tegen hem gezegd... Rocco, het interesseert me helemaal niks. Ik ben al een jaar lang dat aan het voorbereiden. Dus iedere keer als we even in de auto zitten... ja, mocht je nou ooit een keer in de situatie komen... de laatste ronde, de laatste bocht... je pleurt hem er gewoon naast. Dan maar met z'n tweeën eraf. Ik zeg maar tussen P1 en P2... moet je het altijd doen. Altijd het risico nemen. En... Tussen P4 en P3, want dat is net podium. Alle anderen, ja, weet je, dat is stom als je het risico neemt. Want... Twee of drie, dan inderdaad, ja, of zeven of acht. Ja, weet je, dat is, het gaat om podium. Of, of één. Ja. En de rest is allemaal niet belangrijk. Ja. Dan worden misschien over een jaar of tien dan gewoon de beelden van dat ik tegen de elfjarige toen 11-jarige elf Rock Coronel ging karten. Nou. Om te kijken of ik kans had. Die gaan er misschien de wereld over dan. Doe maar gewoon over, ja, drie, doe maar maar gewoon over drie, vier jaar. Want let, mind my words. Okay. Ik ben heel druk. Even een voorspelletje bij als je hem over drie jaar. Formule 4. Kijk. Ja, nee, maar dat is een heel plan. Ik heb een uh, heel plan al helemaal uitgestippeld. Ik ben heel veel met hem weg. Uh, hij gaat ook overal naar de races met mij mee. Dus uh, wie weet komt er nog een race monstertje aan. Wait and see. Het kan nog alle kanten op. Misschien als hij 16 is, vindt hij een keer de meisjes heel belangrijk net als uh, zijn vader, maar ik heb hem maar uitgelegd. Het valt te combineren. Hè? Ja, nou, inderdaad, dat heb ik gezegd. Inderdaad, je, Daar dag... ben je dus eigenlijk gewoon zo druk mee bezig. De je combinatie van een dagprogramma van. en een nachtprogramma. <laughs> en overdag kan je karten en als je races wint, dan heb je het nachtprogramma de allermooiste. <laughs> nou. We gaan uh, dan nu uh, even terug naar de sport waar we misschien Rocco we gaan zien over wat ik vroeger jaar namelijk de Formule 1. Wij gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Saudi-Arabië in Jeddah. Het stratencircuit, het snelste straatcircuit wat we momenteel hebben. Ja. Um, we gaan ook natuurlijk nog een beetje terugblikken op het nieuws van afgelopen, afgelopen week, afgelopen weekend. En de eerste stelling die ik heb, heeft nog een beetje te maken met uh, uh, ook de, het verval van Red Bull. of het verval van Mercedes, moet ik zeggen. en de dominantie van Red Bull. Namelijk, Red Bull wordt dominanter dan Mercedes aan het begin van het hybride tijdperk. Ja. Nee. Ja, ik vind het wel. Maar kom maar goed. Nou ja, kijk, Mercedes is natuurlijk zeven jaar lang dominant geweest. Dus als je hem zo insteekt, dan he, moeten we dat eerst nog maar zien te redden. En Mercedes heeft in het begin zo'n voorsprong gehad... puur vanwege de motor die ze hadden. Kijk naar Williams, die werden gewoon tweede toen... met eigenlijk een ja. matige auto. Tweede, Allo wanneer dan? Met Russell en Spa? Nee, die 2000, 2014, toen die, toen die motoren kwamen. Ah, ja. he, toen had je Renault en ja. Ferrari dat helemaal niet voor elkaar. Toen hebben ze echt twee, drie jaar lang gewoon... Iedereen fluit naar huis gereden. Het zag je de andere teams allemaal een beetje bijkomen. Voor Red Bull is het nou wel moeilijker, omdat... De cost cap is natuurlijk eentje. Ja, de de budget cap. Ja, en de ontwikkeling ja. van de motoren. Die is eigenlijk min of meer bevroren. Dus Nieuwe reglement natuurlijk. dat Als je de snelste bent, krijg je min, minder windtunnel tijd. Zodat je de rest meer uh, tijd of uh, kansen geeft om dichterbij te komen. Dat was vroeger natuurlijk ja. niet. Ja. Het enige wat wel is dit jaar, is dat... Um, Gaat ja, het, jongen? Ja, ik het even een. Ik verslikte hem in de lucht. Dat is iets vervelends. Als je ergens kan verslikken en het lucht, dat is heel vervelend. Maar ga vooral door, jongens. Maar lucht heb je wel nodig, hè? Ja, dat is, dat is het enige ding. Ja. De motor ook. Maar, <laughs> inderdaad. Maar je weet dus eigenlijk dat dit jaar, tenzij Mercedes in één keer met iets heel bijzonders komt, dat er voor Mercedes weer niet gaat worden. Je ziet dat Ferrari weer veel problemen heeft, dus het ook heel lastig is. Aston Martin zie ik niet als een wereldtitelkandidaat. Nee, nee maar wel als, als een goede... Ja, hoe noem ik het? Nekheiger. Zo eentje die, 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 uh, die plaagstootjes uitdeelt. En dat hebben we natuurlijk ook al gezien. Want het was natuurlijk ontzettend saai, de eerste race. Uh, als het ging om P1. Ik bedoel, we hebben Max Abrimbeeld in beeld gezien. Eigenlijk helemaal niet. We hebben hem bij de start gezien en we hebben hem uh, bij de finish gezien. En uiteindelijk zag je hem natuurlijk in de, in de uitslag. Maar op het moment dat hij 10 seconden voorsprong had, is hij gewoon gaan cruisen. En dan zag je ook, toen was het eventjes 12 seconden, ging hij weer terug naar tien. Toen was het acht. hup, gelijk weer terug naar tien. Dus ja, daarin zag ik gewoon. Het was het was gewoon het managen dat zat er van heel, de auto, zat er heel de handen, veel landen. Ja. Daar zit nog zoveel potentie in. Dus terug te komen op jouw vraag. Zie ik het gat wat, uh, wat Red Bull heeft geslagen, ten opzichte van een Mercedes. Hè? Want dat gat is groter dan het gat vorig jaar was. Vorig jaar stond Lewis, niet vergeten, de eerste race hier in Bahrein, uh, derde op de rit, hè? Of uh, derde op het podium. Dus. En toen waren ze ook al langzaam. En toen zag je dat ze aan het eind van het seizoen vorig jaar er weer bij zaten. En nu is het gat groter dan dat die vorig jaar was. Ja, maar aan de andere kant, Lewis Hamilton was nu 50 geworden in deze race. Vorig jaar dan derde. Maar ja. bij de Red Bulls viel uit. Dus als die hadden kunnen racen vorig jaar in Bahrein, was hij ook gewoon 50 geworden. Lewis Hamilton. Als je het zo bekijkt, uh, inderdaad ook. Maar het gat is zo, uh, zo ontzettend groot. En ik kijk natuurlijk naar het gat tussen Red Bull en Mercedes. En niet zoals het vorig jaar was Ferrari en Mercedes. Want vorig jaar was Ferrari natuurlijk hier de snelste in Bahrein. Um, dus daar daar zit, uh, daar zit voor mij altijd de focus op. Ik, ik zie gewoon de Red Bull. Die jongens hebben het zo goed momenteel voor elkaar. Dat ik echt zoiets heb van joh, die zijn gaan cruisen. En daar zit nog zoveel in dat we de potentie... Tijdens de races nog niet hebben gezien. Dan heb ik het niet over de kwalificatie, maar tijdens de races. Nee, nee maar ja, we hadden vorige keer geloofd aan gaan ze 23 Grand Prix winnen of dat soort dingen. Ik denk dat je altijd een aantal races moet wachten. Je hebt heel veel mooie voorbeelden uit het verleden ook dat een voorsprong weer weg kan gaan. Alleen, goed, toen was er nog geen budgetcap. Maar eh, laat maar eens eh, Ferrari maar zien dat de one-off was. Weet je, dat het gewoon eenmalig gewoon prut was. Alleen daarom was het dus ook alweer. Um, eh, dat je gewoon ziet dat in de, in de, in de, de hogere legere leiding, maar in de top. Mensen weggaan, mensen min of meer een beetje in een hoekje gemaneuvreerd worden. Ja, kijk, een valseur die kan er weinig aan doen. Die kan alleen maar weer een keer die bezig om halen. Alleen ja, waar, waar stop je dan? En wie ga je dan halen? Wel, Christian Horner is niet te koop, Eddie Nieuw is niet te koop. Bij Mercedes uh, zijn er al zoveel weggegaan. Hè? Want dat is natuurlijk ook de, als je kijkt naar Mercedes, hoeveel, hoeveel topmensen zijn er wel niet, niet weggaan de afgelopen drie, vier jaar. En je ziet daar ook het verval. Mercedes, uh, Red Bull is nou eigenlijk het enige wat. Een heel solide ja, fundament heeft. En dat jaar na jaar uitgebouwd heeft. Dus het kan best zijn dat het een periode van dominantie is. Zou jullie niet willen? Dat is, ik Wil je van mij, Zou je het willen? Nee. Nee. Nou ja, weet je, kijk. Ik, ik Max ze wereldtitels hoor. Maar ik heb het liefst dat je net als in Abu Dhabi of net iets minder spannend. Want dat is niet goed voor je hart. Als je ieder jaar <laughs> hebt, zeg maar die... Dan heb je ieder jaar iets te veel stress. Maar gewoon twee races voor het einde of zo. En je gewoon stuivertje wisselen hebt, af en toe een keer even een beukje erin, gevecht, een keer iemand die, die, die boos is of verdrietig is. Maar nou hoorde je de boordrijden. En was een leuke compilatie, een compilatie van. Dus dat het is van, uh, ja oké okay, Max, hè, we zijn niet aan het racen. Dus Max en Jean-Pierre is en, Jean en Tim ja, is een ingenieur. En toen zei hij letterlijk van, uh, op een gegeven moment werd gevraagd, moest je 7, 8 de per ronde langzamer rijden? Dan zei hij, ja oké, okay, als de andere dat ook doet. En met andere woorden, als ik dat doe, moet Checo dat ook doen, want ik laat me niet in mijn nek hijgen. En de antwoord bleef even uit. En toen zag je dus ook, het was op een gegeven moment van... Dat is wat ik zei van die 12, 8 seconden moest... Ja. Ze hadden gewoon de ja. afspraak. De deal was 10 seconden, 100%. Ja, zeker. Dat was gewoon... Ja, maar toen hoorde je dus ook dat zijn engineer zei van... Nou ben ik er klaar mee. Met ja. andere woorden, je hebt nou, ik heb nou vijf keer gevraagd. Nou ben ik er klaar mee. Ik like is. Ja maar. ja, maar dit is heel moeilijk als zijn. Hè? Je zit altijd in die bijtmodus, in die killmodus. En dan één keer gaat iemand anders je vertellen dat je rustig aan moet doen. Ja, maar wacht even. Ik ben gekweekt en gemaakt. En, en uh, wat ik heb stokslagen gehad om altijd op de limiet te rijden. En nou moet ik in één keer rustig gaan rijden. Dat is zo moeilijk. Dan verlies je ook een beetje concentratie. Kan zelfs gevaarlijk zijn dat je fouten gaat maken. En daar kan ik over meepraten. Um, het dus, ooit een race verloren doordat je van het jaar ging, dan? Jazeker. ja Zeker. Ja, uh, Macau 2001, toerwagenrace. Ik reed op kop. Ik reed 3,5 seconden voor uh, Duncan Huisman. En ik, uh, ik was gewoon aan het verzwakken, gewoon een beetje rustig aan het rijden. En ik vergalopeerde me gewoon met, uh, met het aanremmen. Ik, ik remde gewoon niet hard genoeg, zo een beetje in mijn spiegels te kijken. Een beetje te de te van. En dan zie je dus als die focus eraf gaat, dat het ook gevaarlijk kan zijn. En daarom. Ben ik ervan overtuigd dat gewoon 10 seconden dat getal is gewoon afgesproken met ja, Max ja. en met het team ten opzichte van wie dan maar ook? Ja. Ja. Dan gaan we naar de volgende stelling? Als in 2024 een stoel bij Red Bull vrij is, moet Norris die 100% grijpen. Ook al wordt hij dan de teamgenoot van Verstappen. En ja, ik denk dat Norris overal naartoe wil. Ja, want... ja die zit nu in de meeste K-auto die er bestaat. Als je ergens niet wil zitten, dan is het wel bij McLaren. Weet je, en ik vind McLaren, het verhaal is goed. Maar dat is het ook. Weet je, er is niks mis met Zach Brown. Er is helemaal niks mis met McLaren. Maar ga nou even terug naar de tijd dat ik Formule 1 helemaal hyped. Dat was de pros, de Senna. McLaren is een topteam. McLaren is nu hekkensluiter. Was een topteam. Ja. ja. Nee, maar die, 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 McLaren is niks meer. M McLaren is verzopen. En dat heb ik toen ook altijd gezegd. Op het moment dat je de fundering ergens vandaan trekt, kan je geen flat bouwen. Ja, je kan die flat wel blijven bouwen, maar die blijft gewoon omvallen. En dat zag je toen, uh, toen de CEO ging veranderen. Ron Dennis ging veranderen. Withmars ging veranderen. Uh, 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 Zach Brown. En weet je, het is te rommelig. Er is geen basis. Maar hij staat nog top met 2200 contract. Ja. Ja, je, alles is te koop toch? Laat we je aanmerken. Als het echt zo zou moeten zijn. Alles is te koop. Ja, klopt. Maar ik vind, ja, waar we het de vorige keer ook al over hadden, ik vind het zo'n even jongen. En uh, ik ben wel benieuwd wat, wat McLaren gaat doen. En uh, we hadden gisteren voor het scoopje dat ze, ze uh, van Ferrari weer uh, iemand aangenomen hebben. Uh, kijk, je zit natuurlijk met het designteam van McLaren, uh, is niet het allerbeste. Weet je dat James Key is daar naartoe gaan van Toro Rosso? Had hele leuke Toro Rosso's ontworpen in, uh, in het middenveld waar ook Max en Sainz toen uh, een keer plek 4, 5, 6 mee hebben kunnen rijden. Uh, alleen... Die komt dan nog niet helemaal uit de verf en iedere keer is het uh, is het iets anders. Dus we hebben nou uh, David Sanchez van Ferrari die gaat uh, die gaat naar McLaren toe. Chief engineer vehicle concept bij Ferrari. Ja, alleen die moet eerst nog uh, het gras gaan maaien, het hekje gaan schilderen thuis. Uh, Gording liefde die. De Mattia Binotto zeg maar dat principe. Uh, nou ja, dat hij, dat hij een half jaar of zo niks mag doen. Hè, wat uh, wat natuurlijk Aston Martin ook had hè, met. Uh, uh, dan Fellows, die van Red Bull kwam. Ja, de ontwikkeling alleen vroeger ging sneller dan dat het nu gaat. Dus weet je, de, dus daar. Dus eigenlijk, eigenlijk niet. Eigenlijk wat je doet is gewoon treiteren. Maar aan de andere kant, um, ze moeten wel. Want slechter dan dat ze het nu hebben, dat kan toch niet. Dus het maakt niet uit. Nee, maar. Anybody, I, anybody better than they have now. Maar met alle respect, laten we, de probleem is nog zoveel groter met McLaren. Stel even, Utopie, McLaren krijgt Toto Wolff als teambaas. En ze krijgen er, uh, 2, ze krijgen Newey als uh, ontbouwer. Dan is het duur, toch niet in één keer een probleem, Nee, het duurt twee, drie jaar. Ja, nou, precies. Eerder, 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 eerder ga je niet terugzien. Ja, en <coughs> daarom ben ik ook benieuwd tot Aston Martin. Hè, die nou ook een nieuwe fabriek hebben. Die nou een beetje in de... Wat ja, voorste regionen lijken mee te doen, of die dat door kunnen trekken, ook over de komende jaren. Maar je ziet ook bij een Renault, die eerst was het een drie-jaren plan, toen was het een 100-racers plan, dus weer een nieuw 100-racers plan. Uiteindelijk zitten ze ja, een beetje in zo'n ja, zo zo middenveld en maken ze die stap nooit. Terwijl ze zelf de motor hebben, zelf chassis hebben. Dus dit, het is heel erg moeilijk. We gaan een beetje vooruitblikken op het, de Grand Prix van Saudi-Arabië. En de stelling is, in Saudi-Arabië is Fernando Alonso geen serieuze bedreiging voor Verstappen en Red Bull. Nee, dat is je ook nooit geweest. Nee. Als je ook kijkt naar de eerste race, dan zijn er mensen die zeggen, ja dat is hij wel. Hij was acht ronden sneller, waarvan vier of vijf ronden om een pitstop van de een of van de ander. Maar wacht even, dat, was, dat waren die ronden dat ze aan het cruisen waren. Ja, maar ja, dat is ook van. Kijk, ja, maar goed. Ze die, 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 kijken als jij een pitstop maakt. ben je, één ronde langzamer en twee ronden langzamer. Want één ronde rij je de pitstop in. En de andere rij je hem uit. Dus... Ja, die mag je niet meetellen. Nee, maar de ronde, niet. Dus eigenlijk was hij volgens mij drie rondjes sneller. En die rondjes iets sneller was. Maar ook in de slotfase. Ze toen zeker, hij, uh, zeker achterblijven ze het inhalen of zo. Maar ook in de slotfase dan. Dan uh, kwam hij gewoon een uh, zeventiende tekort of zo. Weet je dat. Hij had misschien de kans gehad om met uh, Leclerc gewoon. Lekker te kunnen vechten en hem misschien voor te kunnen eindigen als de banden eraan gingen. Maar dat zou mooi zijn voor het verhaal. Kijk, we weten dat Ferrari die banden echt wel opvreedt. Uh, kijk eventjes naar de finish-foto van de twee auto's tijdens de Grand Prix van Suzuka. Daar kan je het heel duidelijk zien: Max' voorbanden waren gewoon nagenoeg de Inters. Vers. Die Inters, ja. En, uh, en bij uh, uh, Leclerc waren zij helemaal glad. Ja, het sliks. Dan zie je dus dat. Ja, hij verbruikt gewoon meer banden. En dan kunnen mensen zeggen: ja, maar als andere condities. Dat klopt wat je zegt. Maar grip is grip. Gebruik van de band is gebruik van de band. En daarom kan ik voorspellen, en geloof ik dus ook, dat een Leclerc nog wel eens gevaarlijk zou kunnen zijn tijdens de kwalificaties. Maar niet tijdens de races. En ook over één ronde, heeft vrij natuurlijk. Ja. Ze hebben en die banden heel snel op temperatuur en werkend. En ze hebben toch net wat meer motorvermogen, lijkt het. Ja, wat ze dan ook weer niet de hele race volhouden. We zijn natuurlijk het vorige keer ook alweer. Dat is al wel wat pijnlijk, maar. Ja, ik denk dat als je naar Jeddah kijkt, um, het is gewoon een Wat is het voor bandje. Misschien, je hebt er een, ja, heb er, gere een deel gereden Ja, de ja maar ik heb daar gereden in, uh, in november, uh, afgelopen jaar. Um, niet normaal. Weet je, ik kom eraan en ik ben, weet je, ik race pas 34 jaar. Dus ik heb nog niet zo heel veel squeeze gezien. Lekker nee. Ja, ik moet zeggen, je begint het uh, uh, te draaien. Ik ben net Ik kwam in Jeddah en ik keek zo en ik denk oh joh, dat is hup, hup, hup. Ik ging mijn eerste ronde rijden. Ik heb, ik, 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 jongen, ik had bijna pampers nodig. Ik had denk, ik, what de fuck? Dit, dit is niet normaal. Zo intens. Zo dat ik denk van, dat da, zat bijvoorbeeld één bocht bij. Dus de ene laatste bocht die doordraaien naar rechts. Uh, dat is rechts. En dan krijg je de hele lange linker voor de laatste bocht. Ja, En ja, ik, iedere keer ging, ging mij een voetje ging gewoon zo uh, uh, van het gas af. Ik zei, ja, kom op man, dit ding is gewoon vol gas. We winnen nou, van een mietje. Volgende ronde vol gas. Nee, ja, dat is vol gas, hoe hard ga je dan in die, uh, jouw die auto? Bocht, ik denk uh, 210. 210. 200. Ja. Laat het tussen de 190 en 210 zijn. Ik zou het moeten uitzoeken. Maar weet je, dat is, dat is, ik, je komt die chicane uit. En is die volgende rechter. Die zou vol gas volgens mij moeten kunnen zijn. Joh, het heeft mij. Ik denk een rondje of 15 geduurd voordat ik hem vol gas nam. Vanaf dat moment heb ik hem altijd vol gas genomen. Dus hij is ook gewoon makkelijk vol gas. Maar het was zo intens met die lichten in het donker, met die slinger die erin zat. Hij, ik, 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 ik begreep mezelf niet. En dat heb ik weinig momentjes gehad dat ik heb getwijfeld aan mezelf. Weet je, dat, dat ik het gewoon niet okay. aandurfde. Um, Terwijl ik daar echt tering hard ging. Ik bedoel, ik was de snelste Audi en uiteindelijk ben ik de derde geworden. Dus uh, 2 k, de laatste race, toch een lekker bekertje mee naar huis genomen. Maar het circuit was zo, zo je concentratie, het, het, het was een dolhof effect. Dus als je een soort moment, want je zit namelijk heel laag, dus je ziet de bochten niet. Dus je, er zit een slinger in, maar je kan dus niet door de bocht heen kijken. Je, ziet dus, je gaat een bocht in, maar je ziet niet die exit. En dan met high speed. En dan in een bepaalde swing. Links, rechts, links, rechts. In een, in een mega high speed. Nou jongen, dat was echt spannend. Heb je gewoon het idee dat je in een soort van uh, achtbaan in het donker zit, zeg maar? Ja, maar echt. Ja, maar dat je zelf moet sturen. Dus dat niet voor je wordt gestuurd. Hè? Maar het moeilijkste is denk ik goed, dat je nooit weet wat er na die bocht gaat gebeuren. Ja. Staat er iemand? Ja, dan heb je een vlag. Als je geluk hebt, maar als er net iemand voor je crest dan een vlam je vol in. En daarom heb ik een hele goede uh, vraag verzonnen. Uh, bij ons, bij de voorspelling. Die komt dadelijk. Ja. Ruud, waar ik me ook nog een beetje over verbaasde. Ik weet dat ik dit vorig jaar had en dat had ik wederom nu weer. Hoeveel bochten heeft het circuit? Weet jij dat uit je hoofd? Want, veel. Ik weet dat er ja. heel veel zijn. Ja. Ja. Maar ze, ze, Mag ik iets zeggen? Ik, ik, hoeveel denk jij? 23? 23? Oh, ik denk 27. Exact. Er zijn 27 bochten. Oeh! Maar ieder, ieder klein... Sorry meneer Van der Valk. Sorry, <laughs> sorry meneer Korrenel, dat is enthousiast. Ja, sorry. Nee, maar ieder klein knikje. Wat, ook maar, wat ze een bocht noemen. Inderdaad, er zitten 27 bochten. In. Ik ja. was vorige week aan het kijken. Ik denk. Drie, drie keer dubbelchecken, maar 27 En met bochten. de DTCR reden wij maar de helft, hè. Want wij reden nou bij de eerste bocht die chicane. Als nou, je draaien al naar links. En dan draaiden wij linksaf terug. En ja, ik, ik baalde er dus eigenlijk van. Want die kombocht, die helemaal aan het einde ja. was, dus die in de helft zit, die had ik graag willen doen. Want daar heb ik namelijk, die gasten heb ik. Uh, heb ik hele rare dingen zien doen. Daar, heb ik, weet je, daar, daar zag ik een bepaalde lijn in. Die gaan jullie ook zien uh, aankomend weekend. Sommigen gingen gewoon uh, buiten, binnen, buiten. Maar uh, ik zag dat Max buiten, veel te vroeg binnenkwam en dan momentum pakt. Dus weet je wel, zoals die wielrenners doen in zo'n uh, hoge kombaan. Mm. Dus uh, zeg maar de snelheid heel hoog uh, houden en dan de ideale lijn maar vergeten. Uh, een, beetje, een beetje wat ze ook in nu ons hebben op Zandvoort. Dat zag ik en die had ik zo graag willen doen en dan langs die muur willen schrapen met zo'n hoge snelheid. Ja, ik was er best wel ziek van. Dat hij niet helemaal Nog heel even terug naar uh, Saudi arabië wat we net zeiden. Max verstappen, uh, uh, Leclerc en, en Alonso. Wat denken jullie dat wat de top drie favorieten zijn bij de bookmakers? Uh, Max. Ja. Alonso. Die staat op één. En dan zou je zeggen dat Perez dan de nummer drie is. Alleen Perez wat heel wat. Ik zeg, Pires wordt altijd tweede. Ja, maar die stap in de boekjes nooit echt hoog. Ja, maar dat begrijp ik. Hij heeft, hij heeft die kill-factor niet. Ik maar ik nooit denk meer ik, Max, dat Max, Max, Max Alonso Pires. Max Alonso Pires, wat zou jij zeggen? Max Pires, Alonso, Max logisch zijn, maar... Leclerc, Pires. Nou, dan zal ik eens wat vertellen wat het is. Max Verstappen nummer 1 inderdaad 1.50. Perez 5.50 op nummer 2. En een gedeelde derde plaats is voor zowel Alonso als Claire op 11.0. En dan pas oh, komt Sainz, oh, Hamilton en, oh. en uh, de hele meuk. Dus ik kreeg voor Hamilton voor het uh, 60 keer je inzet of zo. Mm -hmm. Uh, hem, oh, Hamilton zes keer inzet. Laat me maar e even checken. Dus. Dat, dat ja, altijd... nee, nou, Hamilton staat op 26. Ja, Russell op 34. Ja, dat kan er even doorgaan. Uh, noemen ze een coureur? Sainz. Die scoort ook nooit uh, Carlos Sains op 17. Dat is, wel... ik, huh? das, das is mijn FAVO, hè, dat weet je. En maar... de twee avontuurlijke coureurs staan onderaan met 2001. <laughs> hey, dus de uitspraak die ik aan het begin van het jaar deed, zo lang... Max, Max Verstappen op je inschrijflijst staat... Vecht je om P2? Die klopt. De boekmakers die zeggen het dus ook. Ja, maar dit is, dit, dat zeg ik altijd het, het hele jaar. of Eigenlijk al een aantal jaren. Als, je, als jij je inschrijft en je ziet Max Verstappen staan. dan denk je: oké, okay, we vechten dus niet meer om P1. Want dat is dus gewoon wat je, wat het gevoel als autocreur wat je hebt. Nee, moet ik de auto hebben natuurlijk. Hè? Ja, maar het geldt. is niet alleen de auto. Want Max, de Max-factor. ...is toch net even dat andere. Ik bedoel, Max werd wereldkampioen auto die niet snel genoeg was. Hoe kan Max in Abu Dhabi die pole positie rijden... ...terwijl dat de Mercedes zoveel keer sneller was? Weet je, Max doet gewoon dingen die andere mensen echt niet doen. En ik bedoel, Max wint 15 races per S2. Volgens mij stond per S2 er bij de bookmakers. Dus dan is hij zeven en een half keer zo goed. Dat is eigenlijk wat, wat, wat hierbij het bewijs is. Zelf inzetten op de Formule 1 doe je bij Unibet. Bekijk het meest uitgebreide Formule 1 aanbod met de hoogste odds op unibet.nl. Want een beetje spelen speelt bij Unibet. Ben je 24 jaar of ouder, dan krijg je als nieuwe klant 40 euro aan freebets bij 10 euro inzet. Ga naar racingnews 365nl en klik op de tab wedden op Formule 1 om je aan te melden. Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18 plus. Maar kijk Tom, het liefste zou je gewoon willen hebben dat je weer... Uh, drie redelijk gelijke auto's had. Had dat het je dat, dat je weer dat geplaagd hebt tussen uh, of dat nou een beetje dat gezeik hebt tussen Max en tussen Lewis, weet je. Ja. Dan weet je gewoon, als ze ja. een keer van af tetteren samen, dan ja. weet je dat Leclerc misschien ook zijn race pakt. En dat ze dan gewoon ja, met drieën je, ja. richting het einde gaan. Ik ben het er mee eens. Ik, ik mis ook dat, dat agressieve lookie bij Max. Of af en toe die quotejes die hij had uit frustratie. Weet je wel? Dat, dat is dat killer mentality instinct. Dat, dat je gewoon adrenaline op een top je helm af. En dat je dan iemand een quote vraagt of een vraag stelt. Waar die niet voor gediend is. Ik bedoel, Dan krijg je de allerbeste antwoorden natuurlijk. Want dat is natuurlijk ja. die emotie. Helemaal door het dak heen. Ja, dat heeft hij nu niet. Want hij heeft zoveel zelfvertrouwen. Hij weet dat hij de snelste is. Hij weet dat hij de snelste auto heeft. Hij weet dat hij al wereldkampioen gaat worden. Dus dat maar hij een aantal niootjes gaat bijschrijven. Ja, Echt? Maar dat is niet zo'n belangrijkste drijfreden. Kijk, helemaal niet? nul? Om, om Max in uh, Financiën hoeft denk ik, niemand zijn eigen zorg te maken. Nooit meer. Die gozer heeft al 2,500 miljoen, 300 miljoen, denk ik. Ja. Volgens mij, uh, inclusief alles wat er, binnen, wat er binnenkomt, dan sponsoren, uh, deeltjes. Heineken, over Via de IE Sports, Red Bull al, bonussen van wereldtitels, uh, ja. snelste rondes, zegens. Uh, ja, 80 die ze... miljoen of zo per jaar? Nee, 120 miljoen per jaar. 120 miljoen? Ja. ja. Dan moeten we eindelijk even voor werken. Nog heel nieuws jaar. voor je, Dan ga je nooit halen. <laughs> Bandenmanagement is veel minder belangrijk in Saoedi-Arabië. Nee, dat is niet waar. Dat is overal belangrijk. De auto is de auto. De rondes zijn de ronde. De afstand blijft hetzelfde. Dus je moet nog steeds op een of andere manier met je banden omgaan. Maar ik zie een heel duidelijk verschil tussen Perez en Max. Kijk maar, Max gaat alleen maar voor die exit. Is jou niet opgevallen als jij de analyses doet van de speeds... Moet je maar even kijken. Er zijn heel vet Formule 1 uh, data analyses. Kan je, kan je volgen. En er zitten hele gave dingen. Uh, kom je dan tegen op Twitter? Uh, dat is gewoon dat je ziet dat Alonso, zoals we hem kennen. De entry, dit ingaan van de bocht, de hoogste snelheid heeft. Oftewel de attack-modus, de agressiviteit. Attack de, de Minder laten remmen, die volgens uh, mij ook. Uh, ja, maar het is, het is vooral de, 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 de snelheid de bocht in. Dan zag je dat mid-corner, dat Press altijd een beetje lag, lag, lag te etteren en een, en een Leclerc. Maar exit, allemaal Max. Dus Max heeft dat, dat gevoel met die banden, dat hij denkt: oké, okay, weet je wat? Rustig erin, hard eruit. Rustig erin, hard eruit. En dat betekent dus frustratielevel heel laag. Dan zit je. Minder in je, ar, ar, weet je dat je dashboard gaat Verwachten jullie in Jeddah dat de verschillen ietsjes kleiner zullen zijn dan uh, 12 seconden op uh, nummer 2? Uh, groter. Nou, die 12 nou, seconden, die klopt helemaal niet. Nee, maar Tom, nee, het zou nee. zomaar maar kunnen, want in Jeddah heb je natuurlijk wel vaak safety car virtual safety car. Oké, okay, op die manier, maar <tie> <dan> <tie> alleen alles, alleen alles, alleen alles. nee, maar op op ja, maar je hebt tot op heden volgens mij iedere keer ook safety car gehad. Mm -hmm. Je hebt altijd een klappetje gehad, je hebt altijd iets bijzonders True. gehad. Alleen als je puur kijkt naar race pace, dan zou je zeggen dat op het langer circuit, um, en zeker als je wandelen eraan gaat, dan ga je helemaal winnen. Ik denk dat de kwaliteit hopelijk best nog wel close is. Um, ik hoop dat... Het zou goed de zijn, zijn als, kan een, doen. Als, een, als, een, als een Ferrari op pole positie staat. Dat zou gewoon beter voor de nou, show zijn. Maar Max komt er toch wel voorbij, dus dat is het probleem niet. Maar dan hebben we tenminste nog ergens om eruit te kijken. Ja, maar dat is kijk Als, als Max van kop of aan weer mag vertrekken, dan... Dan? Dan lapt hij ze tot en met P5. Mind my words. Maar dat, dat mag Als hij niet. Max op polpositie start de, en hij mag platte patat gaan, spiegels naar binnen klappen en gewoon uh, zijn eigen manier uh, de race attackeren. dan gaat hij tot en met P5 lappen, jongens, 1000%. Zet ik mijn huis voorop in? <laughs> je hebt een mooi ja, huis. Je hebt een mooi huis. <laughs> nee, maar dat is gewoon zo. Want dat zag ik namelijk ook in Bahrein. Hij heeft echt gekroest. Ik had in een bagrein ingehaald. Toch ook uh, een mannetje of uh, zes, zeven. Jongen, en er waren juist uitvallers. Nee, tuurlijk. Nee, tuurlijk even dus, nog maar alsnog. Maar daarom durf ik bijna te zeggen, hij had Alonso zelfs nog bijna kunnen lappen. Wat is jouw grootste marge geweest wat je ooit de race hebt gewonnen? Misschien of met, ja, met twee, of uh, met hoeveel mensen ja, lappen. Ja, ik heb niet zoveel talent als... <laughs> dus, ja, maar maar bij jullie, bij jullie is het natuurlijk anders. Hè, ik, dat... Bij ons is het heel anders. Er zijn hele korte races. Uh, onze en, races zijn heel explosief. 25 minuten, ja. en niet een anderhalf uur. En de Formule 3, Formule Nippel was natuurlijk ja, gelijk het was materiaal. Ja, exact ja, gelijk, dezelfde Gelijk, gelijk motor, materiaal. Gelijk, he, gelijk, hè? Want dat ja, een, nee, maar dat was... Nee, nee, was 100%. Maar hoe kan je anders vierde staan tijdens de Malboro op 8.000 van een seconde? Mm -hmm. ja, dus dan zie je hoe close het is. Er stonden 52 man binnen één seconde. Nou, dan ga je het gewoon alleen niet zien. Nee. Nee. Dus, maar dat komt omdat het allemaal de Lara's waren. Allemaal een motor met een restrictor erin. Dus iedereen, ja, de een had 210 pk, de ander 211, de ander 209. Maar het is allemaal hetzelfde. Wij gaan de stellingen afronden. We gaan even naar de Racing News vragenronde. Mocht je nou prangende vragen hebben, uh, meestal op zondagavond of op maandagochtend staat er een artikel op onze website. Dan kun je in de reacties kun je vragen doorgeven. Mocht je nou uh, een vraag hebben op een willekeurige woensdagmiddag, 12 minuten over vier. En je denkt shit, ik wil die vraag kwijt. Ja. Mag je hem ook altijd heel even een DM sturen? Kan naar Racing News op Instagram. Ja, mag, mag ook naar mij hoor. Naar Tom mensen... Coronel of naar uh, Joris ja, Mostendijk. En uh, heeft onder andere Wiebe gedaan via Instagram. En die zegt hoi. Hoe kan het dat er nooit een valse start zijn in de autosport zoals Formule 1? Is er een systeem wat de coureurs helpt? Of heeft de coureur het gewoon altijd goed? Beide. Ten eerste, je hebt met professionals te maken. Uh, en de coureurs zijn zo gefocust en daar zo op getraind in de simulatoren, noem het allemaal maar op, dat als jij een fout maakt tijdens de start, dan verpruts je zoveel dat. Weet je, dat dat, dat levert het niet op. Het zijn nog lange afstandsraces, weet je. Um, kijk, in de Monaco zou ik me nog eens kunnen voorstellen dat je misschien als keur net even ietsjes meer op de limiet gaat zitten. Maar het zijn natuurlijk ook de systemen. Het is natuurlijk een combinatie. Ja. Want in de jaren negentig zag je het heel af en toe nog wel eens een keer. Maar heeft het ook gewoon te maken met. Met de koppeling, heeft het met te de maken? Ja, waar je hoe de, de nou die hem aanpaard, bijt, uh, hoe, die, hoe die hem aan aangrijpt, hè. Dus hetzelfde als jij bijvoorbeeld op de weg rijdt. Ik zal je uitleggen hoe het werkt. Als jij op de straat rijdt met je persoon, dan dus je je de koppeling in. En je doet je koppeling omhoog. Mm -hmm. ja, dan, dan je en bijgeven. je geeft een beetje gas en ja. rijden weg. Nee, wat wij dus doen, is je zet hem in zijn één. Dan laat je de koppeling omhoog komen. Dan voel je dat hij wil gaan rollen. Ja? Ja, ja. Dan rem je dus eigenlijk, en dat is het bijtpunt. Dan doe je de toer omhoog. En dan voel je dus dat hij eigenlijk wil, die al gaan. Dus uh, hij, hij gaat zeg maar. Een soort Alsof een als je de handrem op hebt staan, hand rem erop heb staan. En dat je dan een soort van launch hebt en de handrem gaat eraf en dan bam ben je weg. Ze hebben in het verleden ook uh, echt gewoon de launch control gehad. Hè? Die, is ja. toen, die is toen verboden geweest. En dan heb je zelfs een trucje gehad dat, uh, ja, schijnbaar via sensoren die eerst op de voorvleugel zaten, ze dan weer konden meten hoe het startlicht uh, was. En het bijna helemaal automatisch was. Alleen dat is ook nooit helemaal bewezen. Maar ze gaan de vrijheid toen want een paar nee, trucjes had. Het probleem is dat ben je afhankelijk van een systeem, dus een engineer. Dus jij gaat de start doen. Ja. Waarbij je geen. ...grip hebben op de situatie. Ik, ik, ik zou dat als bedreigd uh, niet fijn vinden. Maar ik vind het nu wel al... ...dat ze als ze op Display staan... ...dan zie je al meteen... Hè, ...dat ze het juiste toerental staan... ...en ze mogen geen actieve hulp hebben... ...maar dan mogen wel, er mag wel een kleurtje zijn... dan mag wel zus... Dan denk van ja... Oh, ...dat soort dingen... ...dat mag er voor mij uit... Weet je. ...maar dat gaat niet meer gebeuren. Maar ook de hoeveelheid gas geven... ...dat is natuurlijk ook bijzonder... ...dan geef je te weinig gas... ...en ja, dan rooi je die weg... ...geef je ja, 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 ja. veel gas... Oké, okay, dan je heeft hij antistol... Dus, we zorgen ze dat de auto niet meer afslaat. Ja, weet je? Dus dat, dat, dat was vroeger nog wel eens zo. Dan kreeg je die crashes, oh, stil. stil. Heb je dat nooit gehad, dat je op, sta op startrit stil, stil stond? Wel. En stil je dan echt zat ze van... Links, rechts, rechts links. links. Ja, natuurlijk ook. Ik had het in Macau thuis, de Formule 3, dat je nul ruimte om er voorbij te gaan. En ik zie het licht op rood gaan. En ik hoor: pap, 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 pap. die Formule 3-tjes zaten in de begrenzer vol gas. En ik hoor in één keer achter me: En ik, ik, ik denk: Huh, volgens mij staat het licht op rood. En ik zie in mijn spiegel: zie ik mijn teamgenoot aankomen. Dat was een Japanner. En die zie ik gewoon, ik denk een auto of tien. Als een ping, als, als, als een, als een flipperkast zie ik gewoon tien auto's uitschakelen. Echt gewoon kloen, 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 kloen. En die stond naast mij. Ik stond toen uh, vijfde. En die stond zo. Uh, die kwam naast mij. Is een badkuip. stond <laughs> naast mij, want er zaten geen wielen meer aan. Er zaten geen plekken meer. <laughs> kwam niet tot stilstand. En ik keek achter me. Ik denk, nou die, heeft, die had het halve veld uitgeschakeld. Maar die gozer die, had gewoon, die denkt gewoon: ja, ik ben superman. Ik heb gewoon een superstart of zo. Want die zat echt niet op te letten. Ja, wat een gek was dat, joh. Volgende vraag, Jorin Hightink. Die zegt, valt de operatie van Lance Stroll aan zijn twee pol, uh, polsen onder de budgetcap? En tot hoeverre vallen medische uitgaven daaronder? Nee, die zit, die, die zit er volgens mij niet bij. Nee. Ik ja, vond het de... op zich wel een leuke vraag ja. van hè, Jorin. Nee, in die, die budgetcap heb je... Het gaat eigenlijk over... Uh, ja, de ontwikkeling van je auto, alle dingen die je aanschaft daarbij... Uh, het personeelsbestand wat je hebt, minus de top zoveel mensen, minus de rijderssalarissen, minus marketingkosten, juridische kosten. En ik ga ervan uit dat ook medische kosten er niet in zitten. Uh, ja, misschien dat zijn ziekenhuismaaltijd er wel in zit. Dan zou je even, uh, Moet je even ja, aan de honden. Ja, aan de moeten vragen of ze dat bolletje. Kunnen. Nee, maar dat, volgens mij, dat soort dingen zitten er volgens mij medische kosten niet in. Alleen normaal heb je daar niet heel veel inzage in. En, ja, wie zegt dat papa Strol niet gewoon uh, het bonnetje betaald heeft voor zijn zoon? Ik bedoel, even jij, cash... Jij, ja, maar jij bent ook, uh, je bent, je hebt ook gewoon een zorgverzekering. Ja. ja als jij ziek bent, uh, dan kost mij dat natuurlijk niet meteen iets, zeg maar, als je morgen jouw uh, jou, jou, jou handje gebroken hebt, zeg maar. Vinden jullie eigenlijk niet dat uh, de budgetcap gewoon met, zeggen, van 100 miljoen omhoog moet? Dat dan de salarissen, inclusief bonussen... Daarbij horen. Nee. Want met alle respect, dan krijg je natuurlijk een team als Ferrari, Red Bull Mercedes krijg je een stuk lastiger. Maar we hadden nee, bijvoorbeeld is niet net waar. McLaren. Nee, Nee. Nee, dan, dan jou... die krijg het juist ho, ho, makkelijker. Ho, 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 ho. Ik, ik ga meneer Tom Coronel ja. dan onder contract zetten. En als Tom Coronel heeft het talent van verstappen, ik betaal hem uh, 2 miljoen per jaar. En vervolgens ga jij voor mij ga jij, uh, blikjes verkopen. Ga jij, als je bij Ferrari bent, ben je mijn ambassadeur voor het merk. En dan krijg je voor mij 50 miljoen voor. Want dat vind ik jou waard. En dan komt je hoofd komt af en toe een keer in de bushokje. Dat zijn salaris is dus 2 miljoen... In plaats van 50 miljoen in dienst van het Formule 1 team, ja, zo dus, ja. is, nee, is nee, oké. Okay, maar het, laat, stel je zou het wel gewoon strikt hanteren dat je niet die loesje dingen nee. mag gaan doen. Je hebt voor 100 miljoen ja, het, per jaar ja, heb je geen pers en geen verstappen ja, met maar, hun slagen en is nee, nee. nee. helemaal niks loes aan. Want ik bedoel, van PRS heeft eigenlijk ook privé sponsor en weet ik veel wat. Ja, maar jongens, alleen, van wat, jongens, alleen deze gewoon deze. zo simpel mogelijk houden. Je hebt nou die regels, dan zijn ze zijn voor iedereen. Ja, het budget ja. is strak. Nou, Mercedes zal dit jaar bijvoorbeeld het probleem hebben tenzij ze iedereen in de loer hebben gelegd en met een andere auto komen. Wat ik niet geloof, dat als je hier klaar had, dan had je hem al lang ingezet. Ik geloof niet. Hè, dat zijn ook van die geruchten dat nog steeds mensen denken dat Mercedes met een hele andere auto komt in Imola bijvoorbeeld, die dan totaal anders is. Ja, maar we dan een anders... hele andere auto komen. Dan, dan jongens, hey, die, voor die budgetcap, dan is het gewoon op, hè? Is het op, hè? Je ja. hebt dus gewoon echt geld weggegooid. Nou, de maar vraag als is je, ook als die, je, dat, als je kun... dat had. Je kunt, je kunt niet in, in drie weken tijd een andere auto bouwen. Dus dan had je hem vorig jaar eigenlijk al in ontwikkeling. En dan was hij dan niet op tijd genoeg af voor dit, voor de, voor dit seizoen. En heb je nou een tussenvorm gepresenteerd? Ik, ik, ik geloof dat niet. Dat was ook de vraag van de Jack at ZZ. Die zegt, denk je dat Mercedes een ommezwaai zomaar kan maken onder de budgetcap? Of gaat het langzaam stapje voor stapje? Het is, ja, het is bij Mercedes niet alleen die budgetcap. Het is gewoon, ze zijn heel veel toppersoneel kwijt. Ze moeten nou e e echt te verwennen aan het feit dat ze ook geen motorisch voordeel meer hebben. Maar ja. dat hebben ze ook gewoon gehad. Ja, het is alles bij elkaar. Hè? Ja, en, wel, weet je wat het ook nog eens keer? Het managen van de negativiteit. Zij zijn nu aan het managen. Zij zijn brieven naar een fans aan het maken. Excuses aan het verzinnen. Dat is allemaal negatieve energie. Dat is, dat, is, dat, dat, is, dat is waar je geen tijd aan zou moeten besteden. Je zou je moeten focussen op de auto en dingen. Maar het kost tijd. Dus, ja, en die gasten komen allemaal altijd tekort. Dus, dus het is een dubbelspirale. Hij gaat zoep, 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 zo naar beneden. Ja, en waarom moet je meteen een brief sturen? Ik bedoel, van Ja, deze uh, één. Maar ja, ja. ik begrijp wel Lewis Hamilton ook wel. Die raakt in paniek. Die gaat natuurlijk praten. Die kan je de mond niet snoeren. Dus ja. Alleen zie je Lewis Hamilton bijtekenen als het zo blijft. Mag, mag ik nog even een uh, vraag... Hij kan ergens of... anders naartoe. Mag ik een volgende vraag even instellen die hierop aansluit? Dat is namelijk zeur Die zegt, denken jullie dat Hamilton een overstap naar Aston Martin ziet zitten... nu Mercedes het niet meer goed doet? Nee. Nee. En, en wie zou Daddy Stroll dan eventueel op gaan offeren? Nee, nee, nee. nee maar kijk, uh, Hamilton en Alonso in één team. Dat gaat niet gebeuren. Het nee. zou heel leuk zijn voor Charity Boxing, die twee samen in de ring... Maar die hebben een bloedteken aan elkaar. Boxing-influencers, principe. Ja, ja die twee, ja. Ja. Dan voor een goed doel. Weet je dan. Uh, dan kunnen ze even met elkaar. Maar die, als je die twee in het team zou zetten. Dat, ah, dat ze niet meer doen. Plus, papa Stroor gaat. Uh, gaat Lens niet uh, ja, opzij zetten. De enige optie zou Ferrari zijn. Maar daar zie ik hem ook niet naartoe gaan. Welke... Dat, het zou wel super zijn trouwens. Hoor. Ik, vind, ik vind het wel gaaf als hij. Ja, maar deze man is Mercedes en wil Mercedes blijven. Ja. Als hij dat doet. Dan zou het dus om de poen zijn. En dat, dat, dat is het, nee, geloof het hij geloofde, Hij wilde een achtste wereldtitel. Hij heeft ja. zelfs een helmdesigntje. Heeft hij nog een plekje van dat sterretje? Ja, 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 en dat nee, is maar niet arrogant, nee, ik snap nee. het. Hij was er bijna ooit bij, hè? Ja, Op vijf klopt. kilometer na. Ja. Het waren zes rondes, hè? Toen laat hier vier Ja, ja, maar toen stond hij, lag hij nog steeds ja. de eerste. Ik ja. bedoel, als hij is ja. ingehaald. Het was 3,4 kilometer na was hij inderdaad wereldkampioen. Wacht euh, een keer, maar ik vond een grappig wat je net zegt. Wat zijn volgens jullie beetje de meest... Giftigste combinatie van coureurs. Want in het verleden hebben we natuurlijk echt nu Magnus en Hulkenberg hebben we natuurlijk al een beetje mot gehad. Die lijkt oké okay ja, te doen. Ook oh, kast gaat... in het verleden. Jullie zeggen ja, ja het... Alonso en uh, een... Hamilton gaat niet op komen. Alonso en Hamilton, dat gaat niet gebeuren. Nee. Omdat, kijk, Alonso is een baas. En Alonso is het dominante iemand. En Alonso heeft een super uitgesproken mening over alles. En gaat het goed, dan is Alonso. Best leuk om erbij te hebben, maar gaat het minder? Hij heeft met iedereen ruzie gehad, hè? Altijd. Hij is ook al weggegaan. Kijk eens hoe de hij nou weg is gegaan bij, bij Alpine. Ja, en kijk eens hoe hij weg is gegaan bij McLaren. En bij Ferrari. Ja. En bij Ferrari. Het dus altijd ligt nooit in hem. En hoe hij afgegeven heeft op Honda bij de tweede keer McLaren. GP2 ja, Engine. GP2. Ja, maar dan weet je dat de scheiden je eigen bed. Ik vind, ja. het, ik vind dat niet kunnen. Uh, en ik begrijp dat je adrenaline hebt, en ik begrijp dat je graag wil, maar je, je moet niet je vuile was buiten hangen. En dat heeft hij wel gedaan. Wat denk je van die toen met die. Uh, met dat gebeuren met McLaren. Dat hij uh, 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 al die dingen naar buiten heeft gebracht. Dat een heel proces is geweest. McLaren heeft toen 100 miljoen boete gehad. Die, 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 die... Die, die spygate. Wow, dat is, ja, dat, uh... dat, dat die spygate, weet je. En, en dat hij er nog eens een keer een schepje bovenop gooit. Een beetje natrappen. Nee, ik vind wat dat betreft... Maar ja, weet je... Alle kampioenen, dat zijn een beetje klootzakken. Ja. Laat ik het maar even zo zeggen. Maar de enige waar hij heel goed mee ging, was altijd Flavio ik Briatore. Heb daarom nooit kampioen mee geworden? Dat <laughs> zal nee, nee, het zijn. Ik heb alle kampioenschappen zeggen, als iedereen... al klasse. Als we ooit de comments moeten geloven, dan, uh, <laughs> dan ligt het niet <laughs> daar <Tom. laughs> aan het Nee, de enige waar, waar hij heel goed mee ging, was Flavio Briatore. Dat was zijn maatje. En en dat... die, die heeft in de gevangenis gezeten. Dus <laughs> Zelf <Zeszelfde> een <type laughs> klootzak. <laughs> ja. Maar dat zou ik dus net zeggen. Dat was ook gewoon een boefje. Want kijk naar Briatore bij Benetton. Hoe die kampioen werd met Schumacher en allerlei ja. andere dingen. Ja, dat was uh, active Suspension, uh, traction control. Loose control, alles. Ja, alles was illegaal. Ja. Drie, drie keer naar links, drie keer naar rechts. Maar goed. Maar ho ho, jongens. Ik weet als geen ander, je bent pas illegaal als je illegaal bent bevonden. Ja, tuurlijk. Jongens, en Onschuldig ik, tot het tegendeel is bewezen. Juist. Ik heb ooit gereest voor een raceteam. Daar kwam ik achter dat ik ook zeg maar in een auto die zeg maar niet zoals het reglement bedoeld was. Mee werd gereden. Dat een klein plusje ergens. Nou, klein plusje. Ik denk dat ik 60 pk meer had dan de rest. Ik rijd en, in die toen auto. Toen heb je wel gewonnen, neem ik aan. Uh, nee, nee, de motor ging toen stuk. Dat was ik in principe <laughs> ja, heel, heel blij om. Want anders had ik een probleem gehad. Maar ik zeg dus tegen die teambaas: ik zeg, ja, maar jongens, dit is toch niet eerlijk? Want weet je, uh, ja, uh, ja, hoezo? Hoezo? Wij zijn geen fabrieksteam. Zij hebben 10 miljoen. Ik heb maar 1 miljoen. Dat is niet eerlijk. Dan dacht ik, oh ja. En dat zie je nu dus met de reglementen bij de Formule 1. De mensen die kampioen zijn geworden, die krijgen dus gewoon minder uh, windtunneltijd. Ja. En dan, dus de achterste teams, die krijgen wat extra's. Toen dacht ik, ja, ik vind het wel goed, want het maakt de competitie heftiger. Maar de sportiviteit. Is het natuurlijk minder, want het is natuurlijk raar dat ik ga hardlopen samen met iemand anders en die, die, die andere die moet 10 kilo op zijn rug dragen, zeg maar. Dus een beetje zoals wij racen. In nou, of toekomst. jij doet het op klompen en de ander mag ja. Essex aanhouden? Dat, ja. dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Maar ja, Formule 1 is nou eenmaal niet alleen sport. Hè, dus er komt heel veel commercie bij kijken, er komt natuurlijk heel veel merken, sponsors en noem het allemaal op. Want anders is er maar eentje die rijdt. We hebben nog een hele leuke vraag, vind ik zelf, van David Verdonk. Die zegt: Als jullie een circuit zouden mogen ontwerpen, welke drie bochten van de Formule 1-kalender van 2023 kiezen jullie dan sowieso? Kijk, ik heb deze vraag al gezien, dus ik wil hem graag even zelf inkoppen. Dan kunnen jullie nog even nadenken. Ik zou sowieso de laatste kombocht willen van Zandvoort. Ik zou de Ja, Haakse... nou, Maar die is easy voor gas. Ja, maar die is wel spectaculair. Ik vind hem dus, wel tof. Nee, oké. Okay. Nee, maar maar ik mag geen. Het is mijn Ik heb ook gewoon op Zandvoort gereden vorig jaar. He? Voor de race -licensie. Ik wil niet heel veel zeggen. Dat was ook gewoon vol gas. 180. Um, ik, zou Honderd. De, Honderd. Ik, zou de, ik zou ook. 100. Ik zou ook de eerste bocht willen van, uh, van België. Die vind, ik, die vind ik gewoon serieus gaaf. Met leuke in bocht. Eerste bocht België, gewoon die, die vol, die haaksen voordat je naar ja. boven gaat. En ik zou uh, de slinger willen van uh, Kota. Dat is volgens mij net na bocht 2 of 3 4 die je zou ook die zo van de SNS ja Dat is wel gaaf. Die drie die bochten zou ik in mijn, uh, mijn circuitje nou, willen. En nou hebben. Tom, want je hebt alle bochten bijna afgezekerd die je opgenoemd hebt. Nou oké, okay, nee, ben met Kota, die begrijp ik. Die andere twee slaan helemaal nergens op. Want de eerste bocht is Spa, dat is altijd waar de klappers zijn, waar het te nauw is. En dat, dat, dat is geen bocht voor een autokeur en En Bosuit, uh, de laatste bocht, of de Arie-Luindijk-bocht, in Zandvoort... Is ook geen bocht, want die is makkelijk vol gas. Dus, nou ja, dan begrijp ik dat jij die bocht kiest. Maar ik zou dan gaan als autokeur zijn voor, uh, voor uh, Rouge. Ja. Uh, uh, want ja, dat is gewoon echt wel dat je even je adem inhoudt. Nu met Formule 1 dan niet meer. Maar, laat ik zo zeggen, met alles wat ik altijd gereden heb, is. Het... <hijs> dat gevoel. Mm -hmm. Dus die zou ik doen. Dan zou okay, ik uh, Mandarienbocht in maar Macau. Maar even, is, is Oroes, is dat één bocht? Want Oroes ja, okay, is toch... Ja, oké, maar het is de combinatie. Het is Oroes. Het is van beneden, beneden naar boven. Ja, oké, okay, ja. Dan zou ik gaan voor uh, uh, macau uh, Mandarin. Want er zit mm. net een hobbel in bij het nee nee, 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 we moeten wel aan de vraag houden. De oh. bochten van de Formule 1-kalender 2023. <laughs> oh. En ik heb snel gekeken, Macau staat er dit jaar Oké, dan ga ik voor Kops. Uh, Silverstone. Ja. Uh, en heel even denken. Uh, uh, oh, dat weet ik wel. De Piefpaf. Uh, uh, heb jij het al over? Nee, op oh, Piefpaf is niks bijzonders. Nee, gewoon een jaantje. Nee, nee, ik ga dan voor uh, uh, schijflak. Want dat is met een Formule 1-auto. Als je boven komt met het hobbeltje en dan instuurt. Ik kan je vertellen: één klein foutje. En je bent gewoon een tomaatje tegen de vangeren. <laughs> dus dat zijn voor autocorreur. dat je. Uh, uh, maar dat schijfvlak heb je natuurlijk uh, ook dat je dat het gaat gewoon mogen je hebt uh, dat ja, schijfvlak schijf, daar, he, he? daar heb ik schijfvlak daar heb ik de grimbak heb ik even van dichtbij gezien ik had al een grimbak had ik in mijn, in mijn voorkant zitten weet je wat ik zo mooi vind Rut kent mij zo goed dat hij mijn colaatje klaargezet. ja dankjewel. mooi toch ja wat een liefde ja, toch ja? ja echt liefde okay, even, 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 maar, even knuffelen dat, speciaal ja, voor, uh, voor voor de mensen die ons <laughs> op YouTube bekijken Rut ik heb nog nooit in mijn hele leven cola gedronken dus <laughs> he, dankjewel. ja ik vraag het aan je is het ja? Oké, okay. één hey, ja, ze, ze hebben hier geen limoncello in de, in de koelkast, joh. En dat nee, is, dat een is jammer. Rechts, rechtsom. zit rechts opening. Waar de Duimeling zit. 53 jaar, ben je bent nu in de koelkast ook moet. Maar voor de rest. Duurt al, al... <laughs> al 34 jaar. Hier, jongen. Tommetje. al 34 jaar. Autorace heeft nog nooit een, een, een koelbox opengemaakt. Oh, mooi. Um, Ruud, <coughs> drie bochten van de Formule 1 Kalender 2023. En jouw ideale dimmerscircuit. Circuit? Mijn ideale dimmerscircuit? Um, ik ga voor de Senna SS, Japan. Die vind ja. ik gewoon heel gaaf. Ja, gaaf, klopt. Agree. Ik vind... Zo heette die... Suzuka, Suzuka is goed. Ja. ja, Suzuka is überhaupt gewoon goed. Alleen je kunt slechts heel Suzuka opgenomen. Hm. Uh, even kijken... Nou ben ik hem even kwijt. Ruud kan niet uit zijn hoofd, die pakt even zijn laptop erbij. Er naar zijn naar ja, ook mensen die gewoon dit luisteren via Spotify een podcast. Ja, nee, ja, maar... Ja, je Mocht je dat doen, geef trouwens even vijf sterren. Laat een leuke recensie achter, hoeft dat op het einde niet meer te zeggen. Vertel ik, ik vond vroeger, vond ik... Alleen ja, dit is 2023. 2020. The Wall of Champions, de laatste chicane okay. in Canada. Alleen ja, ja die is nou die nu helemaal verschoven, dus dat nacht. Is, die telt nu niet meer. Um, ik hoor heel veel wat jij je eigenlijk je, jij je nu mijn kops? Ja, ik vind uh, dingen. maggots Beckett's, die kom uh, ja, ja, ja. Die vind, die vind ik dan gaaf. Silverstone. Ja. Ook Silverstone, ja. Daar is een mocht of zo. Iets in Zandvoort. Kom op, we moeten een beetje Zandvoort Een Beetje Zandvoort. Ja, maar dan kom je weer bij de Hugh Gewoon om de ja, eken, bocht, nou, zo Ja, maar dat is hartstikke geile bocht. Ja. vertellen iedere keer. Ik, ik kan hem nog niet, dus we gaan nog even een keer oefenen. We hebben er gewoon eerlijk in. Ik zit iedere keer te klooien van: moet je nou van laag naar boven? Of moet je in het midden naar boven? Wat is de beste ton? Uh, te hard erin. In het midden naar binnen. En dan naar boven schieten. En dan het momentum pakken. Dus de radius helemaal langs dat witte randje. Dat kan ik je vertellen. Dan gaat dat voetje zo heel zachtjes naar beneden. En iedere keer denk je dat hij eerder naar beneden kan. Dan begint die auto te dansen aan de achterkant. Dat maar als je, zo vet. als je daar zo'n zo voet vet. eruit komt, dan neem je gewoon twee, drie, vier en kilometer je... gewoon helemaal mee naar de schijnvlak. Dan word je gecatapulteerd naar boven. Echt! Boom, afgeschoten. Ze dus is nu een mooi moment. Toen we het toch heel even over Zandvoort hebben. En ook dat jij zegt. Uh, Ruud, van we moeten nog eens een keer gaan racen. Ja. We hebben natuurlijk een aantal keer in de podcast hebben we het gehad over iets waar jij achter de schermen mee bezig was. Jij hebt het hier beneden uh, uh, op de vloer staan. We hebben een fotootje gezien. Heeft, heeft Tom, Tom, heb jij al een foto gezien van? Tom de... heeft het gezien en zei: Hij is niet geel, dus ik vind hem niet leuk. Ik wil een kaas helemaal hij. Nou, dat zou het zijn. Maar nee, 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 nee. Ik zei: weet je, ik kan niet tegen helmen met te veel tierlantijnen. Dat vind, ja, om heel eerlijk te zijn, dan denk ik, ja, hartstikke mooi. Maar je moet een helm kunnen zien als iemand aan het rijden is, als die vooraan in het veld staat of achterin in het veld staat. Dus hij moet herkenbaar zijn. Dit is is dus zo zo een zo'n knaloranje helm. Knaloranje helm, Ik had vroeger een fluoriserende gele helm. Nu heb ik dan uiteraard de kaashelm. Ja, dus maar ja, dit, dit, is... Dit, dit is allemaal heel herkenbaar. ik kan je vertellen als jij rijdt tussen kartjochies, daar staat trouwens de camera, Rut. Dus je moet hem ja, mij laten even zien? We moeten even je mij niet laten zien? Zie je hem echt helemaal niks? En, zie je dat? Ja, ja zo. zijn er van ons hier mooi zo pronkend voor de camera? Dat ja, de even mensen hem kunnen zien. D. Ja, ja, nee, ja, Rut, Rut, gedraagt zich als een Formule 1 coureur Die roze, die heeft net de racekeurs gedaan van twee dagen. En hem niet eens gehaald. Laten we dat nog een keer aan benadrukken. Nee, je hebt gelijk. Yep. Max en van Charles. Ja, nee, maar Rut, ik vind het gaaf. Je bent autosportfanat. Je helm ziet er heel gaaf uit. En hij heel veel autokurors, he? serieus. Ja, zeker. Je hebt er echt wat moois van gemaakt. Ik moet hem niet afzeiken. Alleen als je in een veld rijdt, weet ik niet wie wie is. Dus, dus herkenbaar ben je? Nee. Nee, maar dat zie je bij mij hoe ik de bocht neem. <laughs> <Save laughs> hoe goed is ja. het? Aan zijn reiscel. Uh, maar um, Even uh, niks aan lof voor, uh, voor Rob. Rob van Olly Graphics. Um, ja, hij is gewoon echt een van de beste op dit vlak in, uh, in Nederland. En ook daarbuiten. Hij heeft natuurlijk ook een heel veel internationale mensen die bij hem aankloppen. En uh, het leuke is dat hey, je ergens toch, mee zeg, begint. Ik ga er toch eens naar kijken dan. Oké, okay, vooruit. Alle detailtjes die erin zitten... <laughs> Kats op rond. Alle detailtjes hierin zitten. Maar het mooie is: de nee. Recinus-kleuren zitten erin. Er zit mooi lekker opengewerkt in. Je ziet veel, veel schaduwtjes erin. Met karbon, gewichtsbesparing ja. natuurlijk ook. Ja, dan kan ik weer meer bier Lo drinken. Dan komt er zin in dat een Maar er zit uh, dus heel veel in, zeg maar. wat... Uh, ja, gewoon lekkere details. Ik voelde je nog uh, zondag uh, toen je hem had opgehaald. Ik zei, heb je nog jankend gaan stampinnen, maar daar heb je nog niet antwoord op gegeven. Nou ja, weet je, zo'n helmpje is, is niet goedkoop. Maar dat begint er al mee dat je A ah, Carbon helm hebt van Schubert. Ja. Je hebt een vrij uh, apart hoofd, want je kon geen araaien volgens mij. Ja, ja dat was de, de verkeerde sticker in. Het was gewoon twee jaar te klein. Maar nee, het, het is een Schubert, dus je hebt, je hebt Carbon en je hebt gewoon een heel, heel goed merk. Um, en voor de rest, ja. Hoe verder je gaat met het design, de geldt voor alles, natuurlijk, in het leven. Ja, duur, 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 Hoe meer uren erin gaan zitten. <kuggen> maar wel iets bijzonders hebben. Hij komt ook leuk bij ons op redactie te staan. En het is, ik vind het wel leuk dat het en je eigen dingetje is. En uh, mooie resinuuskleuren erin zitten. Dus uh, wordt toch. En we gaan het binnenkort gebruiken. Dus um, yeah. maar daar gaan we. Pak je ja, daar even de dataprikker erbij. Dat mooi, want die zit de hele tijd mij... Ja, tot... nee, ik, ik krijg gewoon DM'tjes. Ik krijg niet zoveel als jou, ja, maar... Wanneer ga je naar racen met die coronel? Hé, hey, die coronel die heeft gezegd... Ja, we gaan naar het circuit. Ben je nou nog niet geweest? Dus nou, die gaan we daar even tussen. Ja, en je ook nog een keer blind gaan racen op Zandvoort. En we waren toen op Zandvoort en toen ging het last minute niet door. Dan was hij stiekem toch wel heel erg blij mee. Ja, maar laten we dat doen nadat hij mij heeft leren racen. Want mocht hij nou eigenlijk tegen de vangst rijden, dan heb ik eerst graag die eerste meters van hem geleerd. Nou, maar we gaan even nee, naar Wij door. door? Wij gaan. Uh, ja, gaan met die dit is een LR andere teamers. planning. We gaan nu gewoon even naar de planning van komend weekend. Dat is namelijk het via-play tijdschema van de Grand Prix oh. van Saoedi-Arabië. Yes. Iets anders dan dat we gewend zijn vorige week of twee weken geleden in Bahrein. Vrije training 1, vrije Vrijdag 17 maart tussen half drie en half vier. De tweede vrije training tussen zes en zeven. Zaterdag 18 maart, vrije training: drie, de laatste kans om wat te oefenen tussen half drie en half vier. Kwalificeren doen we om zes uur s avonds. En zondag om zes uur stipt, als het goed is, beginnen de coureurs aan hun Formation Lab. Uh, het weer. Een graad of 30, dus dat zal waarschijnlijk ook geen probleem zijn. Even, even, even belangrijk als je nou Tom niet wil zien dit weekend. Welke sessies moet je overslaan? <laughs> wat, nou, wat dan overslaan? Wat ben je vriend? Het gaat niet lukken. Ik ben er nee, het hele ja, weekend. Ik ben er dit weekend het hele weekend bij bij uh, Via Play. Um, Mag ik dan je een verzoekje indienen? Ja, wij mogen steeds uh, uh, veel Leukere dingen Er komt steeds meer tijd nee, het is, ja, ja. Nee, Ik ben nee, echt nee. naar mijn zin bij 4 Nee, nee Maar, is ook, maar, maar ik heb even één verzoekje ja. Want je hebt het erover, over het verschil tussen Max En tussen Sergio, want dan gaan we recht serieus doen, ja. grap een Grappen golf nee. en golfs erbij. In rijstijl ja. nou, Kun je die twee langs elkaar zetten Gewoon onboord dat je het uitlegt En ja. ook laat zien hoe ze dan maar sturen, Ruud, waar ze Ruud, sturen Nu zie ik al dat je afgelopen weekend niet hebt gekeken Want afgelopen weekend hadden we dat ja, je, je hebt altijd, maar je lekt het nee, nou maar dan uit. Hadden we hun tweeën als vergelijk? Daar zag je heel duidelijk: vergelijk dat Max alles was op de exit. Dus maar dat is geen probleem. Ik, ik begrijp Doe niet zo dat je niet gekeken hebt. We, want ik wilde nog alles gewoon... had je dan nou gezien. Maar we gaan, we gaan dat voor jou weer doen. Ik kijk altijd naar jou, joh. We hebben dit, uh. een, ik heb een paar DM'tjes binnengekregen. Ik weet niet of nu of, al. Of, nee, of dit of dit <laughs> of dit leuk is. Maar ik ga hem nu opgooien. Want nu denk ik eraan. Moeten we eigenlijk niet iedere keer als Tom bij uh, uh, via Play zit, hem gewoon zo'n codewoord meegeven? Ja. Dat, hij gewoon, dat hij gewoon het codewoord uh, ja. ergens op een dag moet, uh, moet zeggen? Zeg het maar. Ik, Ik denk dat in dit geval... Uh, even kijken. Hij moet gewoon een gek Zo'n woord als regendans. Ja. Weet je, zo'n woord dat hij, dat, hij, dat hij erin moet fietsen uh, in, uh, zeg maar in de sessie. Is geen probleem. Oh, gaan we, nog, we gaan nog naar de voorspelling. Gaan we gaan weer even over nadenken. We komen over vijf minuten bij de afsluiting. Komen ja. wij met een leuk woord. Tom ja. maakt deze keer als eerste voorspellen, volgens mij. Ik heb de vorige keer volgens mij. Want inderdaad, de stand met voorspellen is <coughs> 31 punten Tom, 18 punten Ruud. Wij gaan positie top 3 en de voorspellingsvraag van Tom doen. Jij had hem al in je hoofd, zei je Tom. Dus ik, ik zou zeggen, gooi hem eruit en die mag Ruud als eerste beantwoorden. Um, hoeveel klappers? En dan bedoel ik een klapper dat er minstens een wiel. Uh, Haaks onder staat Gaan wij dit weekend meemaken Dus alle sessies Ja, ja. Dat dus een voorvleugeltje telt niet Het moet van echt nee, gewoon echt nee, gewoon Alle nee. Schumacher Vorig jaar Nee een wiel Moet ja. er gewoon Moet er even onder staan dus dat bedoel moet zo... ik dus niet uh, Langs de vangrail Schraven ja, dus vonkjes nee. ja, Dat wil ik gewoon, zeggen Hij kan niet verder Hij ja, 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 wordt Je kunt naar binnen <laughs> Ruud noem maar Twee mee. Twee Tom Drie Drie Dan wil ik van uh, Tom meteen weten Wie pakt popposition? Max. Ruud, wie pakt pole position? Max. Nee, sorry. Uh, mag oh. ik die veranderen? Ja, die mag. Want omdat hij Max pakt, uh, pak ik Leclerc. Oké, okay, Leclerc. Dan wil ik van jou graag weten, Ruud, de top drie en jullie hanteren het Belgische systeem. Dus je mag beginnen met de winnaar. Hé, <laughs> <laughs> hey, Tom nog eerst. Max. Tom mag alles eerst. Oké, okay, Tom als eerst. Oké, okay, een. Pires. Pires. En nummer drie? Sainz. Sainz. Ik heb hem genoteerd. Ik wil hetzelfde van Ruud weten. Max Checo en dan hoop ik gewoon voor hem omdat ik hem gun. Leclerc. Leclerc. Ik heb het genoteerd. We krijgen minstens twee klappers volgens Ruud waar de wielen haak staan. Tom 3. Polpositie voor Leclerc, respectievelijk Verstappen. En de top 3 van Tom is verstappen Perez. Sainz van Ruud. Dat hij. verstappen Perez Leclerc. We krijgen een heel leuk weekend zo, Tom. We krijgen wel. een verrassende pol. We krijgen drie klappertjes in het weekend. Dus ja. ik zou zeggen, begin met kijken vrijdag tijdens de eerste vrije training en stoppen. Uurtje van anderhalf naar de finish. Blijft ja. hartstikke leuk. Hey, maar Jongens. daar hebben we ook een beetje nodig, hè, Formule 1? We moeten een ja, beetje jawel. spektakel moeten we hebben. Kijk, uh, we moeten geen raketten gaan afschieten, maar uh, we moeten wel een beetje, een beetje vuurwerk uh, te zien krijgen. We hebben ze daar wel eens, hè? Raketjes die dan een beetje voor komen. Hè, een hoop discussie hebben ze daartoe gehad, of ze wel of niet wilden gaan starten. Ja, weet je, uh, maar die worden wel uit de lucht geschoten. Dus we hebben, we we hebben leuke, het. positieve dingen hebben ja. nodig, maar wel een beetje een beetje maar wel een en ja. ja. Hebben we wel een, een woord of een zin die we aan Tom mee kunnen geven? Weet, voor het komend weet je weekend? wat er gaat gebeuren? We gaan een hoop gezeik hebben bij de kwalificatie dat iemand in de weg rijdt van iemand anders. Dat, Zullen we dan de zin. zin, de zin we... Ventildopje. Ventildopje? Oh, ik zat aan de zin te denken. Jij mag kiezen. Oké, okay, je mag kiezen of tussen ventildopje of de zin het leven is geen ponykamp. Geen wat? Ponykamp. Ventildopje. <laughs> ventildopje. Gaan we maar weer voor de makkelijke weg, Ik Je komt altijd om. Hè? Dan, uh, ja, je kunt het ook uitvallen door hem. Een... Ventildopje. ventildopje. Jongens, ik wil jullie weer bedanken voor jullie expertise, jullie tijd, jullie gelach en uh, dat je je helm wil je laten, laten zien, uh, Ja, ik heb oh. wel spijt van hè, van deze meneer, maar goed, binnenkort dan uh, zit ik uh, een dag met hem in een auto, dus dan wel kijken. Ja, maar je kan beginnen, Eén je dag, kan uh, één dag, als je een beetje wil leren auto rijden, heb je de minstens tien nodig. Ja, ja. Ja. Ik bij deze. Ruud, regel... begin, binnenkort ga je gewoon lekker naar Race Square, uh, in Utrecht en dan ga je lekker met je racehelmpje op, ga je in zo'n simulator zitten, kun je nee, al een beetje, nee, een beetje nee, proeven, nee, 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 zet nee, je nee. dat wind aan, er komt rook, Komt dat maar goed jongens. Even, ik, ik weet al hoe je coach. Iedereen die uh, gekeken of geluisterd heeft naar deze podcast, uh, Thanks uh, dat je dat gedaan hebt. Vergeet ons niet uh, uh, een vijf sterren te geven. Mocht je dat via Spotify of een podcast doen, een review achterlaten, een reactie achterlaten. De video liken op YouTube. Of je abonneren op ons YouTube kanaal. Vinden we sowieso tof. Aan, uh, ja, we zitten bijna op uh, de 26.000 abonnees op YouTube. Dus dat gaat sowieso lekker. Goede video's maakt trouwens, Joris. Ik moet ik echt een Dankjewel. geven al die uh, detailtjes die hij uh, doet. Uh, uh, die, die korte videootjes vooraf uh, zo... Ja, echt. Uh, chapeau. Dat We zijn goed, achter de schermen hard bezig. bezig. Onder andere al een sneak preview. Als je deze podcast op maandag luistert, komt er ook nog deze week een interview met Jeroen Bleekemolen. Komt er uh, online. Een hele goede racer. Uh, eigenlijk een jongen die veel verder had kunnen komen in de Nederlandse autosport. En dat meen ik. Uh, weet je, ik noem hem altijd een beetje de, de Stilly Willy. Uh, maar hij is mijn teamgenoot geweest. Een jongen die committed is, die snel is, die je 100% kan vertrouwen. Een heel goed teamgenootje. Heel eerlijk. Lang afstandsrace ik met nog reden. Deze jongen is zwaar onderschat. In Nederland had ook, als hij denk ik net eventjes in een andere periode uh, was geboren geweest, had hij gewoon ook serieus uh, uh, verder kunnen komen. Kijk, hij is professional, hij verdient zijn geld in autosport, dus hij doet het echt, echt goed. Ik bedoel, het is een van de top vijf van Nederland. Ik zeg altijd tegen twee man... Tegen wie ik niet zou willen reizen in Nederland, dat is Jaap Verlagen en Jeroentje Blekenman. Dat zijn twee jongens. En dan heb ik het even buiten, Niek en uh, Maxom natuurlijk. Dat zijn twee Rocco serieus stoppers. Helemaal goed. Jongens, dank jullie wel. Uh, en we zijn volgende week gewoon weer terug. Want dan gaan we terugblikken op de Grand Prix van Saudi-Arabië. Veel plezier met kijken. Doei, doei. Doei, doei. doei.